We hebben een unieke, liefdevolle relatie met onze huisdieren. Een hond is een grote verantwoordelijkheid. En toch is er maar een kleine groep van hondenbezitters die aandacht heeft voor de tanden van hun hond. Een goede tandverzorging is voor huisdieren net zo belangrijk voor hun algemene gezondheid als voor ons. Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. De simpelste stap is om wekelijks de tanden van uw hond te bekijken. U begint hiermee door de hond als pup al aan te leren in zijn mond te laten kijken. Til zijn lippen op en bekijk zijn tanden vooraan en ook achterin zo goed mogelijk. Let op een slechte adem, rood of bloedend tandvlees, tandsteen, losse of afgebroken tanden. Veel dingen kunt u zelf gemakkelijk zien en moeten zo snel mogelijk door de dierenarts gecontroleerd worden. Tandproblemen ontwikkelen zich traag maar gestaag. Bacteriën concentreren zich in de tandplak en het tandsteen en beschadigen de tanden. Later beschadigen ze ook de tandwortels en het omliggende weefsel. Zonder behandeling kunnen deze bacteriën de bloedbaan binnendringen en ook andere delen van het lichaam infecteren, zoals het hart. Het belangrijkste is een regelmatige controle door uw dierenarts. Indien nodig kan de dierenarts het gebit schoonmaken of andere behandelingen uitvoeren. Voor de meeste honden is 1 keer per jaar een gebitscontrole en behandeling voldoende. Honden van kleine rassen hebben vaker tandproblemen dan grote. Dit zijn de belangrijkste dingen die u kunt doen om de tanden van uw hond schitterend en gezond te houden. Begin vanaf puppyleeftijd met het controleren van het gebit, zodat de hond eraan wendt. Het meest effectief is dagelijks of minimaal regelmatig de tanden te poetsen, net als bij ons. Nooit tandpasta voor mensen gebruiken. Deze zijn niet geschikt en honden kunnen daar misselijk van worden. Gebruik een tandenborstel die speciaal voor honden is ontworpen. Gebruik eventueel een zachte vingerborstel. Uw dierenarts kan u graag adviseren. Het schoonmaken gaat als volgt. Til de lip op en wrijf voorzichtig over de tanden. Praat met de hond, kalmeer hem en zorg ervoor dat u alle tanden bereikt. Met wat oefening en geduld zal het na een paar weken zonder problemen lukken. Na het poetsen krijgt de hond een snoepje en iedereen is tevreden. Het is interessant om te zien dat zelfs van de mensen die het gebit van hun hond verzorgen, slechts 1/3 denkt aan een voeding met voordelen voor het gebit. U kunt de vorming van tandplak en tandsteen duidelijk reduceren door een voeding te geven met een bewezen effect op de gebitsgezondheid. Een gezond gebit is belangrijk voor de algehele gezondheid van uw hond. En dit ligt volledig in uw handen als eigenaar. Mijn aanbeveling is, laat de tanden van uw hond 1 à 2 keer per jaar door uw dierenarts controleren en indien nodig reinigen. Verzorg de tanden door regelmatig te poetsen en kauwspeeltjes aan te bieden. Geef voeding met bewezen voordelen voor de tanden, zoals Yukanuba, om vorming van tandplak en tandsteen te reduceren. Tot slot, het is eenvoudiger en minder duur dan u denkt om de tanden en mond van uw hond gezond te houden. Een paar minuten per dag aandacht voor het schoonmaken van het gebit is voldoende. Dit is het zeker waard voor een lang, gezond en gelukkig leven samen.